En koning kolom. Hier bij ons. Hier bij ons als het voelt. Met Christophe van Bloemendes met Oeselgem. Christophe, hoe heb je de sluiting van uw bedrijf tijdens de lockdown ervaren? Zoals mijn vrouw net zei, eigenlijk hectisch. Omdat je naar oplossingen zoekt. En een deel van die oplossing was te vinden in het uitvoeren van bloemen. En dat vergt een heel andere aanpak dan dat we gewoon zijn. Maar we hebben er in ieder geval veel van geleerd. Christophe, heb je je moeten aanpassen om tijdens de sluiting uw klanten te kunnen toeleveren? We hebben ons inderdaad heel erg moeten aanpassen. In eerste instantie had ik gedacht aan een kraampje aan onze oprit. Maar dat mocht dan niet. En toen belde Greta van Buurtwinkel Greta mij op dat ook zij wilde bloemen verkopen voor mij. En zo zijn wij daar een samenwerking begonnen. En dat liep en loopt eigenlijk nog steeds vrij goed. Dus in dat aspect hebben we dat zo opgelost. Om verder klanten te kunnen bedienen, zijn we gaan kijken om via Facebook reclame te maken. En zo de mensen aan te moedigen om bij ons te bestellen, via mail liefst. En dan konden wij dat thuis leveren, want dat mochten wij wel doen. En op die manier hebben wij ons proberen aan te passen aan de coronamaatregelen. Tof, hebt u uw bedrijf tijdig klaargekregen om vandaag te kunnen openen met de nodige coronamaatregelen? Ja, in feite wel. Ik was er al rap bij om mijn serre vol te steken, omdat ik echt gehoopt had en gedacht dat we gingen mogen opengaan. En gelukkig heb ik tijdig alles kunnen laten binnenkomen. Dat was één ding. Dat kon eigenlijk vrij gemakkelijk, omdat ik bij bepaalde kwekers het grootste deel eigenlijk in halfvas aankoop. Dus zij potten het op voor mij. Daar spreek ik dan vooral over de parkplanten. Zij potten het op voor mij. En ik kweek hier de laatste weken verder op tot een afneembaar product in feite. Dus op die manier zijn we tijdig klaargeraakt. Door echt op tijd en een risicovol. Het was eigenlijk risicovol om toch al ons serre vol te steken. En het tweede aspect was om de klanten veilig te laten winkelen. En dat is ook vrij goed gelukt. We hebben bepaalde dingen in onze winkel verzet. Zodoende dat er meer ruimte is voor de mensen, vooral aan de kassa dan. Ons kassa ook verzet. En we werken met plexiglas. En op moederdag hebben we gewerkt met een kraam aan de straat. Zodoende dat we eigenlijk het volk over twee plaatsen konden verdelen.